Hallo allemaal, mijn naam is Tobias. En ik ben Bram. En per ongeluk heb ik twee koeien ingezet. Welkom bij de TNT Cannon Challenge van een kijkert. En vandaag gaan we een van de meest aangevraagde challenges doen. Namelijk, maak een mopcannon die mops afschiet. Ja ja, een mopcannon die mops afschiet. En die moet hij afschieten met TNT, dus niet allemaal mops in een... Ja, niet met slimeblocks of zo. Het moet wel echt gewoon met TNT afgeschoten worden. Ik ben zeer benieuwd of dit kan. En om het moeilijker te maken, moeten ze daarin landen. Ja, ja. In dat hok. Klinkt moeilijk? Is het. Ik zet wel wat water in mijn hok. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar... Kom op, koeien. Ga. Het is gewoon opgeblazen bijna. Nee, ze zijn gewoon doorgelopen. Ik zweer, als dat had gewerkt, had ik het gewoon gelijk opgegeven. Dan denk ik gewoon, ja, screw this. Weg. Maar dat is denk ik nog wel een probleem. Zorgen dat die mobs op de plek blijven staan. Ja, nee, kijk. Dan worden er gewoon wat gesacrificed. Kijk, kijk, zie je mij? Kijk, hè? Nou, waarschijnlijk hebben we heel veel biefstuks, hè? Er bleef helemaal niks van over. Hoe maar zit je ik, dat ding op zijn plek? Ik zie al dat ik nu veel te veel kracht gebruik. Ik gebruik echt veel te veel kracht volgens mij. Hop, hop. En trouwens, hier moet het niet in. Kist. Ik moet er even mops in stoppen. Die is niet nodig. Ik heb een idee, ik heb een idee. You will see, you will see. You will see, my friend. Wait and see, wait and see. I am waiting to see, my friend. 3 euro. 3 euro op je muil. Gauw. Gauw. Is dat je nou gauw of niet? Ja. Gauw. Iedereen weet gewoon gauw. Dat is gewoon een ding dat iedereen weet. Een feit van algemene bekendheid. Oh, moeilijke woorden. Gaat hij nou met moeilijke woorden gooien, denk je dan? Ja, dat doet hij. Cap'em, cap'em. Nee, ik zie niks liggen. Kun je hem met zo'n lead vastmaken? Oh, dat ben je aan het doen. Kijk maar, kijk, weet je wat er dan gebeurt? Bye bye, kou. Biefstuk. Dan gaat hij dood. Ja, dan gaat die dood. Ja, misschien als je er zoveel doet, blijft er eentje leven. Je nee, snapt. Geen repeaters. Hoezo geen repeaters? Dat is challenge. Nou, geen... Comparators. Ja, geen... Ja, dat mag nooit. Oké, okay, is goed. Opgelost. Oké, spamhuis. Oké, spamhuis is er leuk om te zien. Het is wel leuk om te zien. Maar ik heb, als dit niet werkt, heb ik... Ik zou hem hier wel weghalen, man. Als dit niet werkt, heb ik nog wel een geheime troef in mijn... Ja, ik ook. Arm, sluier. Potion regen, hopen dat ze het ook... Dat is mijn plan ook. Alleen, wat voor potion moet ik erin doen? Strength? Ja. Probeer attack damage? Instant damage? Hey, dat is leuk, jouw potion vervangen met instant damage potion. Kijk maar even je ding aan het vullen. Speed. Gevuld. Zijn gevuld, je kan gelijk gaan. Ja, jij denkt dit is feest. Ja. Jij denkt is feest, jij denkt is vissa. Zo zeggen ze dat toch? Is vissa. Weet ik niet. Ook niet. Ik moet even denken, wat... Nee, waarom heleboel... doet hij er nou weer vanaf? Er zijn een heleboel dingen waar je aan moet denken als je zoiets maakt. Wat voor potion zou nou ideaal zijn om ze heel te houden? Regeneration of zo denk ik? Heb je een gooibare regeneration? Fire resistance? Is er een gooibare regeneration? Water breathing, instant damage, slowness, jump boost, slowness, strength, instant health, night vision. Mag je niet een iron golem schieten of zo? Poison, poison, poison. Ik weet niet. Die dingen hebben tenminste wat health. Worden die goed gelanceerd? Dit is meer te proberen dan dit, want dit schiet niet op. Ik kan niet eens een stack regeneration potions erin doen. Nee, klopt. Die gooibare potions kan je niet stacken. Alleen in wereld. Hoe deed je dat ook alweer? Hoe kon je die ook alweer stacken? Oh jawel, moet je gewoon op 1 drukken. Oh, bam. Damn. Oh, regeneration, die stond... die moet ik hebben. Echt niet, dat werkt helemaal niet.
Ja, ik dacht dat werkt wel. Ik heb een plan. Als je Crea zit, kan je ze toch zo blijven gooien. Je moet gewoon zo doen, oké. Okay. Ja, ik doe deze wel. Wat is dat? Regeneration. Oké, regeneration 2, oké. Okay. Wel blijven gooien, jij die. Niet instant damage. Dus moet dit gewoon even werken. Oh. Poef. Nou. Ik had ze toch bijna. Dit hebben ze gewoon gelopen, hè? Dat weet jij ook. Oké, okay, doe ze eens opnieuw. Ik kan beter speed geven. Waarom gaat er hier eentje dood? Hier gaat er eentje dood. Ja, I help him. Oké, okay, wacht, we doen het nog een keer, oké? Okay? Fuck, hoe is dit mogelijk? Iron Golem. Wacht, als je nou de mobs onder water zet... Dan verdrinken ze. Ja, in het water laat zweven dan. Dan kunnen ze ook niet weg als je er bakken omheen maakt, zeg maar, randen. Ik denk dat ik win met gewoon puur overmacht. Even al die beesten dood. Boys, come up, never surrender. Hé, hey, zullen we eens proberen? Wat gebeurt als we de mobs in het water stoppen? Als we hier zeg maar een bak maken en daar water in doen. En ze dan laten vliegen. Okay. Misschien mushrooms. Kijk, die hebben ze net zoals een helikopter. Hebben ze al van die dingen. Die blijven een beetje zweven. Dat is het slechtste idee wat ik tot nu toe van jou heb gehoord. Zo, als ze zo hier op loven gaan, zo... Ga weg, Victory. Koe. Ja. Als jij het werkende krijgt... Serieus, applaus voor jou. Daar heb ik wel veel aan. Kun je hem alleen ergens opzetten, Fences? Nee, toch? Kijk. Kan ik hier daar water in doen? Ja. Oké, okay, wel. Dit is prima. Doe hem er aan de voorkant ook. Anders ziet het er niet uit. Want wat jij maakt is gewoon lelijk. En wat ik maak, ik probeer er toch nog een meesterwerk van te maken. Kun je ook met al die mooie koeien erop. Ja, dat is niet mijn schuld. Kun je ook een water in het verste doen? In water voor jou. Zo ja. Oké, okay, als het goed is, dan zetten we hier heel veel koeien op. Laten we mushrooms doen. En die doen dan deze waarschijnlijk. Waarom de zinken ze? Waarom zinken ze? Zorg niet te zinken. Kun je horen? Zo. En dan maken we de onderkant ook dicht. Nee. Zo. Oké. Okay. Fuck it, zet hem maar aan. Nee. Kan niet, je hebt je server gecrashed een beetje. Stop. Fire! De lever gaat niet over, maar oh, nu wel. Wauw. Wacht, dit moet werken, toch? Het moet toch mogelijk zijn? Bij mij gebeurt er niet veel. Ah. Kudus. Ik zag een koe de lucht ingaan, maar toen ging die... Oh, er landen wel een paar koeien, maar dan vallen ze dood. Ja, had jij ze beter een regeneration moeten geven. Echt, die kleintjes lopen allemaal achter de moeder aan. Die moeder keihard rennen, al die kleintjes erachteraan. Hé, hey, maar mocht het niet werken, ik heb nog een backup plan, zeg maar. Moet jij even jouw kanon gaan maken? Ik heb even een geheime ruimte nodig, oké? Okay? Moet je even weggaan? Ja, ik weet wat jouw backup plan is. Je moet even weggaan, oké? Okay? Weet je wat er tijdens jouw backup plan gebeurt? Bram, jij moet gewoon even weggaan, oké? Okay? Gewoon, ga maar even jouw kanon maken. Een bammetje smeren, nee. Een bammetje smeren. Oké, okay. Of je mag wel even je eigen kanon gaan maken. Eerst moet je die koeien dood. Wat hier gebeurt is absoluut legaal. Er is niks om over te vrezen. Oké, okay, als het nu niet werkt, dan weet ik het ook niet meer. Maar regeneration potion zal ik zelf maar even doen. Moet je saturation of zo hebben? Oké, okay, Bram, ben je klaar voor mijn winnende poging? Wow, mijn computer zeker niet. Nee, merk. Ik heb nou zo vaak potions gegooid dat ik ze nu maar gewoon per 10 gooi. Kaboosh! Nee, ze zijn allemaal dood!
Niet één! Niet één! Niet één! Kijk, hij staat hiervoor! Nee! Je kent toch dat liedje It's Raining Man? Het leek meer op het liedje It's Raining Cows. You failed! You failed! Wel, ik heb nog een backup plan. You failed! Dit keer is het backup plan iets lager. Jij moet even weggaan. Dit is Classified. You failed! Dit is Classified, oprotten. One single taak. Oprotten, dit is Classified. Classified information. Spammuizen okay, dood. Dit is ook Classified. Oké, okay, daar komt hij, daar komt hij, daar komt hij. Klaar? Nee, nog niet, wacht, mijn kanon is bijna af. Wacht even. Ik vroeg je te wachten. Ja, ik heb gewonnen! Er zitten er maar liefst twee in! Ik heb gewonnen! Oranje boven, hoezee! Nee, want je kanon is na afloop kapot gegaan. Echt niet! Ja, kijk, ik heb ze afgeschoten met TNT. Oh, kijk, ze gaan vooruit. Ja. Nee, kijk, ik heb er twee in zitten. Oké, mochten jullie nou deze challenge zelf ook thuis willen proberen, dit is een vak van 5x5. Als je het lukt, laat ons weten hoe je het hebt gedaan, want ik ben wel benieuwd hoe het is. Of het mogelijk is überhaupt. En zou ik zeggen, bedankt voor het kijken allemaal en hopelijk tot de volgende keer.